Leden van de Nationale Assemblée hebben hun bezorgdheid geuit over de grote groepen Indiërs die volgens de leden van de oppositie zonder de juiste reisdocumenten het land binnenkomen. De DNA-leden vroegen de regering om de zaak te onderzoeken en het parlement te informeren over dit fenomeen. Parlementariërs Patrick Kensenhuis van de NDP en Edward Belfort van de ABOP vroegen wat het doel is van de komst van de Indiërs. Abu Jones wees erop dat informatie nodig is om te voorkomen dat er zomaar conclusies worden getrokken over de komst van de Indiërs naar Suriname. Gisteren is er een groep van ongeveer 40 Indiërs geland op onze internationale Johan Adolf Pengel luchthaven met een SLM-vlucht vanuit Amsterdam. En deze 40 Indiërs, hun reisdocumenten waren niet in orde en zijn teruggestuurd. Mijn vraag is, wat is het doel? Want het is niet de eerste keer, het zijn een aantal keren dat grote groepen mensen komen met zonder geld, handbagage. En het is opmerkelijk dat deze mensen uiteindelijk bij het hoofdkwartier van de militaire politie, vanmorgen was er ook weer daar een aantal, om hun paspoorten af te halen. Wat is het doel? Want het leek eerder ook op een stukje een vorm van mensensmokkel. En daar moeten we dus voorzichtig om gaan. Ook aan de Verlengde Keizerstraat, vreemdelingenzaken van justitie, is er een grote groep. Vanmorgen ben ik daar langs geweest. Men heeft een speciale tent daar buiten gezet. En wat zien wij? Voornamelijk Indiërs. Ik vraag via u wat het beleid van de regering is. Op die manier komen allerlei criminelen binnen, voorzitter. Niemand wordt gecontroleerd, geen visum. En we zitten hier met de problemen. En op uw hoofdkwartier, het krioel daarvan mensen die hun documenten niet in orde zijn. Van wie hun documenten niet in orde zijn. Dat doet die regering goed, voorzitter. Om echt een serieus signaal te sturen en op te treden en verder onderzoekingen toe te doen, voorzitter. Weet u waarom? Wij moeten alle ruis uit de wereld halen en alle insinuaties zoals u aangeeft uit de wereld halen wanneer we horen in de wandelgangen dat Haitianen naar Suriname worden gebracht en Indiërs naar Suriname worden gebracht om de komende verkiezingen te beïnvloeden. Waarom ik dit zeg, voorzitter, we moeten die insinuatie, indien het niet op waarheid wordt, dus moet die regering optreden en daadwerkelijk krachtig optreden en een signaal, zodat dat niet het geval is, nog zoals Sanego liep in de samenleving. Mahinder Kumar Yogi van de VHP stelde dat visumvrij reizen een keuze is voor het buitenlandse beleid van deze regering. Volgens hem lijkt het erop alsof enkele leden van het parlement moeite hebben met de komst van de Indiërs naar Suriname. Hierna brak er een discussie los in het parlement en stonden de leden, wiens naam Yogi noemde, erop dat hij zijn woorden terugtrok. Ik heb niemand beschuldigd. Ik heb niks geïnsinueerd, voorzitter. Ik heb mijn mening gegeven, voorzitter. Voorzitter, wanneer mensen reizen naar Suriname, voorzitter, dan moeten ze documenten hebben. Wanneer mensen reizen naar Suriname, moeten ze documenten hebben, voorzitter. En als documenten niet correct zijn, voorzitter, dan zijn er autoriteiten, voorzitter, die daarop letten en daarop toezien, voorzitter. Maar als mensen reizen... Leden Jones. Leden, jullie willen niet vergaderen kennelijk. Ik ga de vergadering wederom schorsen. Ik schors de vergadering. De vicevoorzitter van DNA, dus Deo Charman, stelde dat ongeacht om welke nationaliteit het gaat, er opgetreden moet worden als de stukken van de mensen niet in orde zijn. NDP-fractieleider Rabinder Permisser deed een beroep op het parlement om minder emotioneel te zijn en in het belang van het land te handelen.